Gisteren zijn jullie het even van de boot afgegaan. Hebben jullie nu even gegeten? Ja. Kijk, gastel staat er nog. We hebben namelijk even pannenkoeken gemaakt. Was lekker, pap? Toppie. Was goede eten, ja, of niet, gedaan, jongen? Jongens. Ja? Maar we gaan nu even een ander leuk spel doen. Ik loop op blote voeten. We gaan even een ander spel doen, dat is namelijk... Kijk, we hebben een soort van cup. Cups hebben we of zo. En misschien weten mensen dat wel. Er staan 5 blokjes aan de ene kant, 5 aan de andere kant. En dan ga je gooien. En dan wie er als eerst die 5 om heeft. Maar nu gaan we het doen, want we snappen het namelijk niet helemaal, toch? Kijk, want dit zien we. Gebruiksaanwijzing of zoiets zit er niet bij. Dus wat we hebben bedacht, is dat, kijk, hier staan allemaal dingen. Allemaal van die dingetjes. Hoe heet dat? Stokjes of zoiets. Of kleine paaltjes. En daar staan getallen 1 tot 12 op. Als je meer schoot, dan heb je geen punten. Je mag 3 ja. keer gooien. We mogen 3 keer gooien. En degene die dan, zeg maar, de meeste aantal punten heeft. Want dat staat dan op een paaltje. Je moet gewoon van een daag. Ja, die heeft dus dan gewonnen. Laat even zien waar de cijfertjes staan, ja? Cijfertjes? Hier komt de camera aan de voorkant. Dus je moet... Maar even aan de andere kant. Kijk, Isa staat nu 2. Maar dan kan je het zien. Ik stond iets te dichtbij Colin, dus volgens Colin heb ik nu 1 blokje gezien. Dus Colin gaat even een blokje omwisselen. En dan gaat hij laten zien waar de blokjes staan. Dus dan wordt het heel spannend misschien. Stopt. Oké, de blok is staan. De bieder, de reuze ding. 500. 5. Oké. Ik ga voor. Nee, vanaf daar. Nee, gast, ik vind het dan moeilijk om überhaupt een blokje raak te gooien. Hoeveel is dat? 5. 5. Nou ja, gelukkig geen 1. Oké, en nu mag ik nog een keer gooien. Oké, ronde 2. Ik ga voor die. Oh shit. Dat is dan best wel lastig volgens mij. Kijk, cups moet je zeg maar ook doen. Staan daar. Oh, staan daar 5. Daar staan 5. En hier staat dan de koning in het midden. Wacht, ik ga heel even switchen van hand. Zo. Oh, oh, oh. Blokjes gevallen. Zo. Oké, ik ga voor die. Ik hoop wel dat ik hem raak gooi. Oh, ja. Mijn god. Oké, 5 punten. Nu ga ik ze wisselen, ja? Oké, ik heb ze vast neergezet. Kon het staan nog bij de wc, maar kijk. 1, 3, 11, 4, 10, 9, 8, 7, 2, 12. 6 en 1. Want Colin had hier de 12 neergezet. Dus misschien denkt hij ook wel dat ik de 12 ergens in de hoekje heb gedaan. Dus ik hem gewoon hier neer. Ik hoop dat deze tactiek gaat werken. Ik zal nog even hier zo laten zien. Ja, wacht heel even. Zo. Dan ziet dat er zo uit. Misschien weten jullie nog hoe de volgorde is. Maar je mag gooien. Veel succes. Doe maar. En 3. Ja, maar 5. Ja, nou, ik sta nog voor hoor. Misschien ga je die andere 2 wel missen namelijk. Oké. Oké. Een 11! Oké, je hebt 14, heeft Colin al. Nog een keer. Oh ja. Kan het mag nog 1 keertje. Hop, zo. Nog 1 keer. Oh! Een 7. Volgens mij wel. Kijk maar. Ja. Dus dat is 21 punten. Zo, ik had er maar 5.
Oké, nu gaan we ronde 2 doen. Oké, we staan weer. Ik ga. Van helemaal die. Dat Colin die 12 vorige keer daar heeft neergezet. Oh! Yes. Wat een blijdschap. Waarschijnlijk was dat ook gewoon echt de 12. Ja, dan heb je geen punten natuurlijk. Oké. Jongen! Dit is best wel moeilijk. Ik sta zo dichtbij. Maar toch is het nog wel moeilijk. Gast, laat me nog één keer gooien. Ja, gewoon leuk. Als je raak komt. Ja. Dit is niet punt, hè? Wel. Nee. Jongen, wacht even. Laat even liggen. Laat even liggen. Kijk hoe dichtbij. Moet je oh mijn god. Puntenopstelling ook kijken. Ja? Moet je daar beginnen? Oh nee. Oh, ik dacht heel even. Nee, je hebt toch niet 1, 2, 3. Bijna. Oh mijn god. Ja, zie je wel? Die 12. Die 12 die stond hier wel. Kijk dan. 10, 11, 12. Ja. Daar stond dus de 12. Ja. En ik zei het al. Ja. Die kon hem nog gooien. Ik wist het wel. Oké, nu ga ik de paaltjes even omwisselen. Oké, ik heb het weer neergezet. Kijk, ik heb het heel tactisch gedaan. De hoogste en de laagste. 2 en 11. De 10 en de 3. 4 en de 9. 5 en de 8. En de 7 en de 6. Dus ik hoop dat hij het niet door gaat hebben. Ja. Je mag beginnen. Ben je klaar met een blokje nagooien? Oei! Oh ja, ik pak hem wel. Dan gaat hij. Oei! Je voelt iets bij dat dingetje. Kijk, hij voelt iets bij deze. Dat is deze. Oké. Hier heb je de stok. Ho! Oh. Sorry. Nog één keer. Maakt niet uit. Oei! Ik heb 1,5. Hoeveel? Ik heb 20. Ja. Oh, is goed. Ja, Colin gaat ze nu neerzetten. De bank neerzet. Begin! Begin. Het startsignaal is gegeven. Oké, we gaan voor... die. Oh shit, die was heel slecht. Ja. Ik film ook. Holy shit. Holy shit. Nee, maar goed, ik vind het wel leuk. Ga voor die. 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 Yes. Hoeveel is dat? Sorry dat het... het is namelijk een beetje donker, dus sorry dat het een beetje slecht uitziet. Hoeveel? 9. Een 9. Kijk. Ja. Oké, gaan we nog een keer. Die. Die. Oh! Oké, we gaan nu even kijken hoe ze stonden. Je hebt toch niet weer gedaan? Yo! Kijk dan! 12, 11, 10. Nou, dit is 9, die had ik. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Man, oh man. Hé, dat heb je wel slim gedaan. Oké, nu ga ik ze even weer tactisch verstoppen. Oké, ik heb ze weer verstopt. 2, 1, 4, 3, 6, 5, bijna. 8, 7, 9, 12, 11. Ik hoop dat het een beetje slim is. Ik heb letterlijk al zijn dingen gewoon één stapje omgeraald. Dus ik hoop dat het werkt. Ik klikte hem niet te vroeg uit, maar goed. Ga je gang, Colin? Ja! Een 5. Een 5. Oké, ik pak dat ding even voor je. Kijk, het was een 5. Weet je hoe de volgorde is? Ah, goeie. Niet kijken, hè? Oké. Woesjoem! Woesjoem!
Wacht even, ik ga even vanaf hier filmen. Hier is wat meer licht. Volgens mij. Oké, het zal wel. Oké, dat is dan 26 en 14. Want ik heb 14. Ik kon even 26. Dus. Ja, ik heb letterlijk gewoon alles even in omgeruild. Daar stond 1. Maar ik heb alles gewoon omgeruild. Oké, we gaan nog één keertje, ja? Ja. Oké. Je hebt 14. Dit wordt de winnende pot. Misschien ga ik nu namelijk wel heel hoog scoren. Jongens, ik heb even een nieuw ding gevonden. Kijk, hier heb je namelijk zo'n voetpedaal. Moet je zo doen in één keer. Hoppakee. Wat? Ik kan helemaal niks zien. Letterlijk wat ik film zie ik zelf ook. Komt ie, hè? Oké, ik moet het niet kapot maken. Maar deze dan. Misschien is deze wel wat zwaarder. Holy shit. Er zat een levend beest in. Ja, we gaan even hier naartoe. Voor de meisjes onder ons. Ik laat even zien hoe interessant een jongens toiletgebouw is. Oh ja, en de wc. Die zit hier. Oh mijn god, was er trouwens iemand op zat. Als daar iemand op de wc zat, dan was ik echt een lulletje. Ik dacht heel erg dat hij iemand daar stond. Dan was ik echt een lulletje. Maar dat doe ik gelukkig niet. Dat is allemaal wel per ongeluk gegaan, maar goed. Hier is trouwens nog de afwas. Papa is nog even met de afwas bezig. Ja, dat kon inmiddels ook wel klaar is. Dus we gaan hier even kijken hier. Zo. Ben je klaar, Colin? Ja, ik kan toch vanaf hier niet zien wat erop staat. Oké, ik mag nu beginnen. Het licht is even heel wat minder geworden. Het is helemaal donker. Dit keer ga ik niet laten zien hoe het staat. Ik ga jullie echt. Het wordt voor jullie ook een verrassing. Hoeveel is dat? Licht is. Het wordt hier echt donker. Sorry daarvoor. Een 9. Dus dat is. 14 plus 9 kon. 13. 14 plus 9. 14 plus 9, 13. Nee, ik had 5 en 9, dus 14. Nee, plus... je had 14. Ja, en dan plus 9. Plus 9. Plus 10 is 14 en plus 9 is 13. 13? 23. Ja, 23. Ik wou net zeggen, 13. Waarom moet je 13? Ja, 10. 33. 33. Wacht, laat even zien. Ik ga niks... Nee. Hier, kijk, 10. Oh, mooi. Oké, ik weet niet of jullie het zagen, maar het licht is heel slecht. Zo, oh. Deze? Ik film even met de andere hand. Zo, oh, ja, blokje. Ja. Soepel! Hoppa, ik heb ze alle drie raak. Laat eens even zien hoeveel dat is. Wow, het licht, jongen. Een 8. Plus 33 is... Is dat zo? Ja, dat is zo. 41 punten. Hier moet Colin. Hoeveel Colin had jij? Hoeveel had jij, Colin? Bedoel ik? 26. Dus dan moet hij nog, weet ik niet. Hoeveel moet je nog gooien? 23. Je moet nog 23 gooien, oké. Okay. Dit moeten we slim gaan spelen. Ik heb even een andere lens gebruikt met lampje. Zodat ik even een zaklamp heb. Ik heb het gewoon zomaar even neergezet. Ik had echt geen idee. Dit is het. Oh wacht, hier ligt er nog één. Oké, die. Oh, hier ligt er ook weer één. Zo, die. En die. Ik hoop dat dit een beetje... Ik kom maar buiten, dan zit het van gelijk. Ah, oké. Okay. Nou, doe het maar voor. Shit, die is hoog, die is hoog. Die is volgens mij wel hoog. Weet ik niet zeker. Een 2! Die is hoog, zei ik. Dus dat is... Hoeveel punten had je? 25? 26, nee, 26 plus 2 is 28. Pak even de pak. Oh ja, die moet ik ook nog pakken. Waar ligt die dan? Echt? Oh. Die moeten we maar ook even pakken. Oh ja, ligt hier. Oké, komt die. Lop. Mis!
Oh, dit wordt... Echt? Ja, tenzij je nu de 12 gooit, of niet? Nee, je hebt al verloren. Nou, laten we dan even een troostworpie doen. Jij ook een troostworp? Nee, maar die ging ook niet raak. Maar die tweede honden. Ja, maar... Die ging niet raak. Ja, die ging ook niet raak. En anders stelde die niet mee, dus... Ah, ga zielig doen, jongen. Ah, dan nog. Gooi maar troostworpie. Je kan toch niet meer winnen nu. Troostworpie. Troostworpie telt niet meer mee, hè? Oh, oké. Hij gaat wel kijken. In ieder geval, we hebben gewonnen. Ik vond het best leuk. Nog eens wat je zei? Ja. Het is niet meer te zien. Het is helemaal donker. Nou, valt mee, maar het is hier gewoon heel donker. Ik moet opruimen. Jezus. Oké, mensen, het spel was best wel leuk. Als je het mij vraagt tenminste. Ik heb ook gewonnen. Dat is echt helemaal top. We hebben gewonnen namelijk. Dus een, nou ja. We gaan nu iets leuks doen. Dus dat. Muziek. Yeah. Maar we gaan nu iets superleuks doen. Want we gaan namelijk naar Bardolino. Dat is een stadje verderop. 2 kilometer lopen, want we gaan met de auto. Het was net iets te ver om te lopen. Omdat het dan, ja, omdat we dan als we daar zijn al best wel moe zijn en zo. Dus we gaan met de auto. Ook chill. Dus daar gaan we nu naartoe. Hallo mensen en super tof dat jullie kijken bij weer een nieuwe vlog op mijn kanaal. Mijn naam is Tex. En vandaag ben ik hier nog steeds op de camping. En we gaan vandaag weer wat leuke dingen doen. Ik kon er zitten weer doorheen te blaren, maar goed. Ik ga vandaag even zwemmen en nog wat andere leuke dingen doen, maar dat ga ik straks vertellen. Dus we gaan nu eerst even naar het zwembad toe, glijbanen. Het water is wel wat kouder, want het heeft laatst geregend en dat is allemaal in het zwembad gekomen. Maar goed, boeit niet zo heel veel. We gaan even lekker van de glijbaan af. En allemaal andere leuke dingen doen. Dus hebben jullie nou heel erg veel zin, doe dan even dat duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal hier beneden en druk op dat belletje. Dislike en sub. Wat zeg je? Oh, en dan is die weer weg, hè? En dan zie ik jullie wel in het zwembad. Oh, zijn we dan mensen. Lekker in het zwembad. Het is best wel koud. Maar ik ga even lekker plassen. Oh, dat was wel even nodig. Het is echt koud namelijk. Het heeft namelijk 2 dagen achter elkaar geregend hier. Het is allemaal in het zwembad gekomen. Zo. Ik las de lucht even op. Ik stond letterlijk met mijn stoel, waar ik mijn spul dropt heb. Ik stond letterlijk nog geen 2 meter van de wc af. Maar goed, maakt niet uit. Ik vind het wel chill om lekker in het water te plassen. Doen jullie dat trouwens ook of ben ik een van de enige of zo? Want ik vind het zo chill. Ik weet niet, ik vind het gewoon, ja, gewoon, dat vind ik gewoon lekker. Gewoon net zo'n klein kind. Oh, het is echt lekker. Kijk, hier staat de klimrek voor de kinderen weer. Lekker, ik ga er even in duiken. Oeh. Ik had mijn camera niet goed vast. Ik doe het even opnieuw. Zo, 1, 2. Het is wel fris. Zo. Maar ik ga even daarachter. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien, maar ik ga er even van de glijbaan af. En nog even verder plassen. Maar we gaan even glijden. Kijk, we zijn de glijbaan al. Ik ga hier even omhoog klimmen. Dan kunnen we straks even. Kunnen we zo even lekker glijden. Daar naar boven moeten we. Daar gaan we weer. Schouderbladen ga je veel harder. Oh shit! Oh shit, mensen, het ging echt net hard. Maar ik klikte net vroeger uit. Video, dus die zag alleen dat ik in het water kwam. Maar we gaan nu even van die andere af. Van die in ieder geval. En ik hoop dat we daar ook hard vanaf kunnen. Maar we gaan het zien. Ga je nu naar boven? Zo, als we wel even een rij staan, denk ik. Weer gaan we. Ik heb nu die andere glijbaan gepakt. Kijk.
Holy shit. Die laatste hobbeltjes hier, jongen. Dat zijn denk ik wel de leuke stukjes. Ik ga nog een keer. Ik ben nu weer van de groene af. Holy shit. Deze ging nog veel harder dan de vorige keer. Oh mijn god. Het is echt heel erg vet. Ze gaan echt knetterhard hoor. Echt super vet. Ik ga nu even weer daar naartoe of zo. Ik kijk wel even. We gaan nu weer van de gele af. De hobbeltjes bij deze, zeg maar, die gaan veel harder. Ik weet niet of het goed te zien is, maar die gaan veel harder. Voor mijn gevoel op het einde tenminste. Maar ik ga nu even naar de splinter daar zo. Daar op het einde. Daar zo of zo, ik weet het niet. Ik ga daar in ieder geval even naartoe. Zo, daar zijn we dan. Ik ga nu even omhoog. En ik weet toevallig dat deze glijbaan totaal niet leuk is. Maar deze wel, dus die gaat van deze af. Hij gaat helemaal hard als die roze ton daarboven gaat vallen, maar dat doe ik wel even. Dus ik ga eraf. Yeah! Oh shit. Die gaat van deze af, maar deze is veel. Oh mijn god, dat lijkt zich op keihard tegen die rand aan. Ik ga nu van deze af. Deze is veel meer hoekig. Of zo. Dus deze doet wel wat meer pijn als je tegen de zijkant aankomt. Maar we gaan eraf. Zo, dan gaan we hier even omhoog. En dan gaan we nu van deze af. Daar viel dus zo'n zon. Maar misschien gaat die ook wel vallen, ja. Holy shit. Oké, we gaan van de glijbaan af. Ik ga dit wel wat rustiger doen. Auw! Oh mijn god. Dat deed oprecht gewoon pijn. Dit is toch geen kindvriendelijke glijbaan, man. Dat deed oprecht pijn. Godsamme. Oké, wacht. Ik ga nu van die tweede achter. Ga ik even afglijden. Zo, dat zijn deze. Maar hier zit de trapje niet zo dichtbij, dus we pakken deze. En ook nog even van die andere. Misschien is die wel heel anders namelijk. We gaan hier weer even omhoog. Zo. Pak me nu deze glijbaan. Oh, die is vetter. Oh, ik weer de kom te vallen. Oh shit. Heerlijk, het is echt even chill. Om hier gewoon lekker te zwemmen. Oh, kijk hoe groot dit ding is eigenlijk. Dat ding. Ik kan het niet eens zien of ik het wel goed film. Maar ik richt mijn lens erop, dus ik ga er vanuit van wel. Maar je mag hier ook gewoon met allerlei oplaaddingen en zo. Ik mag hier gewoon hier lekker zwemmen. Best wel vet. Want in bijna alle zwembaden mag dat niet. En nu mag dit wel. Gewoon heel erg leuk. Kijk, dit zwembad is dan weer. Ik zal het even wat beter laten zien. Kijk, dat is van een ander hotel. Dit hoort dus niet bij onze camping. Daar bij dat gebouw kun je dus ook eten. Dat is van het hotel. Maar wij hebben daar dus gratis gegeten. Omdat, zeg maar, wij hebben een rood bandje. Van camping zelf krijg je een rood bandje. En de binnenkant ervan is wit. En je hebt dit bandje nodig om daar te kunnen eten. Ja, als je het bandje omdraait, dan heb je een wit bandje. Mensen zien dan niet dat het eigenlijk een rood bandje is, maar dan omgedraaid. Dus je kan daar gewoon gratis eten eigenlijk. Ik weet niet of dit dan blijft of het blijft gaan, maar goed. Ja, het is wel leuk. Dus we gaan zo even wat anders doen. Wat is dat? Dat heb ik oprecht nog niet gezien wat daarachter staat. Het is gewoon heel klimrek. Niet dat het bijzonder is of zo, maar dat heb ik nog niet gezien.
Die man die heeft ook een sick camera vast. Maar nou, de glijbanen waren leuk. Misschien dat ik nog even naar het andere zwembad ga of naar het meer. Dat zien jullie zo wel. Mensen, het zwemmen was leuk. Maar we gaan nu even iets anders leuks doen. Misschien, weet ik niet. Maar we gaan nu naar de supermarkt namelijk. We moeten even wat eten en drinken halen. Ja, ik kom eraan. Dus dan gaan we nu even rijden naar de supermarkt. Zo, pampidampidum, pampidampidum. Zo. Wil je even omrijden? Ik moet even omrijden. We hebben al een mooi karretje vol. Dit is ook lekker. Dat is een beker snack. Ja, neem maar mee. Doe er allemaal lekker in. Wil je even omrijden? Ja. Zo. We hebben al heel wat spulletjes. Maar er moet nog wat bij. Zoals dit. Zoals dit. En dat. En dit. Zo, en dat. En dat. En dat, of toch die en die. Ik ga nu alles even bliepen. Zo, nu even alles in bek aan. Zo, klaar. Zo, hè. Klaar. Oké mensen, we zijn net even terug bij de supermarkt vandaan. Kijk, we hebben heel wat boodschappen in huis weer gehaald. Chips. Nog een keer broodjes, groenten. Die trouwens echt heel erg veel manieren overal en altijd. Maar goed, dan zijn we met een paar dagen vanavond. Met 6 dagen gaan we naar huis weer, maar dat is mooi. We hebben in ieder geval boodschappen gedaan. Hier staat ook nog drinken trouwens. En nou, dat is tenminste klaar. En dan gaan we nu iets heel erg leuks doen. We gaan namelijk op een boot. Ja. Ik ga het niet voor jullie filmen, want dat is best wel lastig. Ik denk ook dat we heel erg hard gaan. Als het wel kan, dan ga ik zeker wat filmen voor jullie. Maar als het niet kan, dan ga ik pas weer filmen als ik op de kant sta. Misschien dat mijn vader nog op de boot wil, dat ik dat dan kan filmen. Maar ik ga in ieder geval nu op de boot. Dus ja, het wordt heel erg leuk.